In de loop der jaren hebben heel wat brandweerwagens de revue gepasseerd bij Snel naar de Bel. Kijk, een brandweerwagen die is er heel snel bij het blussen en passeert je met gierende sirenes. Maar ja, kunnen ze ook een beetje op tijd rennen? Wat ziet hij er mooi uit, hè? Het snuggelmobiel krijgt 25 punten van de jury. Wauw, alles werkt, alles doet het. We hebben wat problemen gehad bij de voorbereiding. De voor was een keer doorgezakt. En nu, hoe zag hij stijgen? Jongens, zijn er op de aan. Jongens, remmen. Oh, nee, hè? Oh, wat een prachtige duik. Het zijn geen eens echte brandweerlieden. En toch het water opzoeken, ja. Van brandweerwagen tot Titanic. Wat zag hij er mooi uit. Kijk, zie die slang. Die slang denk ik blijf droog. Niet gelukt. En ook nog de burger natuurlijk. Prachtige duik, maar nu van de brandweerwagen. Uit Oosterwijk. Ziet er mooi uit met veel geluid het vluchtelmobiel. Even kijken, 16 punten van de jury. Mooi gebouwd, echt zonder meer. Maar nou op de baan kijken of het werkt. Hij rolt ongetwijfeld goed naar beneden. Oh zeg, wat gebeurt daar? Gewichtsverdeling, het bekende probleem. Maar volgens mij, ja kijk eens even, oh het wiel is eraf. Het wiel is helemaal, kijk, geblokkeerd. Nou, ze zijn hun eigen takelbedrijf, dus dat kan geen probleem opleveren. Wat is dat jammer, zeg nog even de herhaling kijken van de andere kant. Ja mooi, let op dat achterwiel. Oh kijk, dat breekt volledig af. Snuggelmobiel, zijn jullie er klaar voor? Johan, ja, we halen er een stukje af, want ja, dat is heel jammer. Het snuggelmobiel krijgt 16 puntjes van de jury uit Oostenrijk, maar de constructie is te lang. Dus is eigenlijk voor de wedstrijd afgekeurd en gaat dus buiten mededinging meedoen. Maar we willen zo graag zien of het wel werkt. Gewoon zoals hij zei, ik loop gewoon over die surfplank naar voren. Ja, het werkt wel, ja. Heel netjes, maar wat jammer, de constructie was iets aan de grote kant. Maakt niet uit. Heel Oostenrijk heeft meegekeken naar het snuggelmobiel. In ieder geval een mooi plaatje, jongens.